Ja, het einde. Het einde. Het einde van Rotjoch. Jawel. Ja, shit. Wat nu? Ja, mensen, dit filmpje ga ik jullie even vertellen. Uh, waarom het einde is van Rotjoch, mijn kanaal. En, wel goed nieuws, dat ik een nieuw kanaal ga starten. En dan laten we daarmee beginnen. Ik ga gewoon een nieuw kanaal starten. Het heet Dylanista. Het bestaat al. En de links beneden onderin de beschrijving ook een beeld. Abonneer er even op. Want daar ga ik wel gewoon verder. En dan ga ik nu lekker uitleggen waarom het einde van Rotjoch. Waarom, waarom gaat dit kanaal stoppen? Eigenlijk is het heel erg simpel. right? Uh, ongeveer vijf jaar geleden begon ik mijn YouTube-kanaal. Uh, omdat ik een depressie had. En uit verveling dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga lekker. Beginnen met een YouTube-kanaal. Ik ga gewoon video's maken, want dat lijkt me leuk. Ik zag vroeger al, doet die video's. Ik dacht, we gaan gewoon lekker beginnen. En op een gegeven moment um, bleef ik vast in de depressie. En toen bleef ik mijn video's maken. En dat ging hartstikke goed. En ineens, boef, had ik 100.000 abonnees. En ja, het leek me leuk. Ik dacht, ik wil YouTuber worden. Maar na een tijdje dacht ik wel van, hé, hey, ik, ik wil eigenlijk wel wat meer dan YouTuber worden. En ging ik sinds dit jaar dus weer uh, studeren. En Ik ging weer aan de slag. Nou, jullie merken het zelf ook wel. Ik ging studeren, ik ging aan de slag met mijn school. En wat gebeurde met mijn YouTube-video's? Geen video's meer. Wat gebeurde met mijn views? Geen views meer. Abonnees, abonnees meer. En uiteindelijk, hoe werkt YouTube? Geen geld meer. Gewoon mijn werk. Hè. Ik, heb, ik verdien geen geld meer aan mijn YouTube. Uh, ik had geen subscribers meer. En de video's worden gewoon heel erg slecht bekeken op Rotjoch. Nou, het komt heel erg door mezelf. Want hè, zo simpel is het: als ik geen video's maak, kijken jullie de video's niet. En op een gegeven moment gaan de abonnees ook weg. Ze vergeten een beetje dat je bestaat. Zo simpel is het. En ik dacht van, nou oké, okay, ik, ik snap het wel. En elke nou, keer als ik een video probeerde te maken, kwam je zelfs een beetje rond de 2000 weergaven of 2000 views. Omdat ze de Rotjoch al kenden. Zelfs in je subbox staat. Maar je gewoon die video niet meer krijgt. Omdat je al zo lang niet meer op mijn video's geklikt hebt. Dat het een beetje een beetje dood kanaal is. Zo, zo simpel is het. Een dood kanaal is. Nou. Dus ik heb besloten gewoon om een nieuw kanaal te starten. Naam Dylanista. Lekker fris. Lekker fresh. Vanaf het begin weer helemaal opnieuw. Gaan we gewoon weer verder. En ja. Wat ga ik nou op dit kanaal doen? Precies wat ik leuk vind om te doen. Zoals ik ooit... Ook mijn kanaal begonnen ben en op een gegeven moment in mijn Prime, natuurlijk al die 100.000 abonnees had, gewoon veel gedaan heb. Leuke dingen zoals MyTopia met leuke challenges, klein beetje roleplay. Citycraft daadwerkelijk spelen op een hele leuke manier. Fortnite natuurlijk, omdat ik het toch een hele toffe game vind. En natuurlijk ook een beetje Pokémon tussendoor. Gewoon een beetje knallen, lekker doen en gewoon lekker uploaden en kijken waar het schip strandt. Wat ik met dit kanaal ga doen is heel simpel. Ik ga drie keer per week in ieder geval uploaden. En ik ga één keer per week streamen. De streamdag staat nog niet vast, omdat ik daar ja, toch studeer. En een beetje varieer wat ik wel of niet vrij heb. De ene keer heb ik wel vrij, bijvoorbeeld op donderdagavond. Maar besluiten we klas om met z'n allen even gezellig een biertje te doen. En dan ga ik gewoon even gezellig mee. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus de streamdag staat niet vast. Maar natuurlijk de uploaddag ga ik wel vastzetten. Maar dat ga je wel zien. Op mijn nieuwe kanaal ga ik ook een klein beetje praten over wat gaan we nu gewoon doen. Dus de serie die ik natuurlijk gisteren gestart ben, hè, de serie van MindTopia, dat je natuurlijk uh, de, de bucketlist gaat op dit kanaal komen, dus op Dylanista. Hetzelfde geldt voor de CityCraft, waar ik daadwerkelijk leuke dingen ga doen. Want ook op een nieuw kanaal en de rest op dat kanaal. En voor dit kanaal is het gewoon klaar. Het is geen rotje meer. Uh, rotje op je beeldscherm gaat er vanaf. En het wordt gewoon vanaf nu Dylanista. Hopelijk gaan jullie abonneren. Hopelijk zie ik jullie allemaal op mijn nieuwe kanaal. Blijf me lekker steunen. En laten we gewoon lekker opnieuw beginnen. Met een nieuw, fris kanaal. En let's go. We gaan gewoon weer lekker YouTuber zoals het hoort. Gewoon zoals vroeger. Gewoon lekker, lekker plezier maken. In plaats van verplicht uploaden zoals ik het nu voelde bij Rotjoch. En uh, ja, toch wel een dood kanaal had. Zo simpel is het. Mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag op mijn nieuwe kanaal. En ja. Uh, yeah. Goodbye. 4, uh, 5 jaar. Uh, aan werk. En 100.000 abonnees. Dan zien we zien wel wat wie er meegaat en wie niet. Dus eh. Uh, ja, wel zwaar dit, maar. Uh, het einde is het einde van Rotjoch. Ik zie jullie allemaal op de Anista. Peace.